Maar daar maak ik me toch geen zorgen om. Laat ik beginnen met in ieder geval de familie te feliciteren met het feit dat 100 jaar geschiedenis te boek is gesteld. En dat er een document is gekomen wat voor veel mensen uit onze regio een feest van herkenning zal zijn. Daar ga ik vanuit. Ik heb al even wat kleine bijdragen mogen zien aan het boek. En ik moet zeggen, wat ik gezien heb, dat geeft fantastisch de sfeer weer van hoe het vroeger is geweest en hoe het heden ten dagen gaat. Dus ik wil ook de schrijvers en samenstellers complimenteren met dit product. En als ik Wim Boman goed mag verstaan, dan is dit toch bijna monnikenwerk geweest. Maar het resultaat, dat zullen we dadelijk zien, dat mag er zeker zijn. 100 jaar in een boek, dat is niet zomaar tot stand gekomen, want ja, de namen zijn al genoemd van de zussen van Piet, Ellie en Annette, die al heel veel werk hebben gedaan in de geschiedenis, hebben doorvrocht. En toen erachter kwamen dat 100 jaar geleden, op 25 mei 1921, in de Kamer van Koophandel te Venlo, de gebroeders Jaap en Piet Verbeter hun namen schreven in het register van de Kamer van Koophandel. Dat is eigenlijk het begin geweest om te komen tot wat festiviteiten, althans dat was het idee. Het idee was om niet alleen een boek samen te stellen, maar toch ook een aantal festiviteiten te organiseren. Een jubileumdiner, een jubileumfeest. Nou, door corona is het allemaal niet doorgegaan, maar gelukkig is het boek er wel. Om het eerste boek te mogen gaan overhandigen. Ik krijg het niet, ja, ik krijg het om weer weg te geven. En dat mag ik doen. Ook hier zie je weer de verbanden met de familie. Het eerste exemplaar mag ik gaan overhandigen aan niemand minder dan Tante Mia. Ik mag wel zeggen Tante Mia, mag ik zeggen. En Tante Mia voor degene, ik zou zeggen, blijf maar. Ik mag zo naar boven komen. Tante Mia is de vrouw van ome Sjaak. En ome Sjaak, dan weten jullie natuurlijk veel beter dan weten, hij was de broer van Jan en Martin Verbeter. Hij is helaas niet meer onder ons, maar zijn lieve vrouw Tante Mia, die krijgt het boek. En zo zie je ook hoe de Verbeters ook hier weer voor elkaar zorgen om ze erbij te houden. Tante Mia, mag ik u vragen naar voren te komen? En nu ziet u een hele krasse dame naar boven komen. En ik kan u zeggen... dames en heren, over 7 jaar, dan kunnen we hier weer staan met diezelfde cijfers hier. Over 7 jaar komt ze weer hier om haar verjaardag te vieren. Je mag de leeftijd van een vrouw nooit verkappen, Jan. Dat weet je, dat zou je ook niet doen. Maar zo kun je het heel mooi oplossen. Bedankt daarvoor. Het boek. Voor het eerst dat ik het in mijn handen krijg. En ik heb de neiging om het gelijk te gaan lezen. Maar dat doe ik niet, want dit exemplaar is voor u. En u weet natuurlijk heel veel van de familie Verbeter. U weet misschien ook dingen die u nog nooit hebt willen vertellen, maar dat kunt u vanaf nu wel doen. Want als het allemaal waar is, staat het toch al in het boek. Dus familierommels en zo, die staan erin. En als ze er niet in staan, dan geloven ze het niet meer. Dus dat is, dat kunnen we rustig vergeten. Blijf maar. U hebt het gehoord van Piet, hè? Vroeger was dat zo, u weet dat misschien nog wel. Ik ken dat wel, dat woord blijf maar. En dat gebeurt ook, hè? Ja. Uit deze bos. U komt door uit deze bos. Ja, natuurlijk. Dus, dat ken je, ja. Ja, blijf maar, zei ze dan, als de kinderen binnenkwamen en dan kon de rest gewoon aan het werk blijven, zei Piet. En dat was, maar goed, dat is een hele mooie term. Ik denk dat iedereen die in de branche heeft gewerkt en vervolgens komt, dat hij weet wat dat betekent. Blijf maar 100 jaar Verbeter. Het is mij een heel grote eer en genoegen om u het eerste exemplaar
te mogen overhandigen van dit prachtige boek. Ik zeg je heel veel leesplezier. Het is vandaag zaterdag, morgen hebben jullie een vrije dag, denk ik. Maar dan kunnen jullie morgen weer niet lezen. En dan hopen wij van nu te horen hoe u het vindt. Alsjeblieft, geef toe. Heel veel plezier. Dat deze gelegenheid toch in die zin ook belangrijk is. Ik heb al zojuist gemeld dat 100 jaar van Beter natuurlijk een hele prachtige prestatie is en wat men heeft gedaan. En ik heb ook al genoemd het tweede werk wat Annette en Ellie met Beter hebben gedaan om het boek te maken. Ik heb ook melding gemaakt van het vele goede werk wat de verbeters doen, los van het bedrijf wat ze voeren. En dan denk ik aan de sponsoring. Ik denk aan de bibliotheek in Overloon, of in Veersbeek. Ik denk aan de verbouwing, de nieuwbouw. En in combinatie met het verzorgingshuis, met Overloon, daar zijn bijdrage hebben gespeeld. Alle dingen die de firma toch doet. Buiten alleen maar het inkopen en verkopen van levensmiddelen. Ik heb daarvoor Joop in 2014 en Piet in 2016 al koninklijk mogen onderscheiden. Maar ik moet zeggen dat die 100 jaar, dat is ook wel even een dingetje geweest. Want op een gegeven moment was het zo dat we zeiden van, ja, Verbeter die maakt reclame van bijna 150 jaar in levensmiddelen. Maar het was omdat het over 140 jaar ging. En daar was ook nog wel even wat duidelijkheid voor nodig. Daar moest duidelijkheid over komen. Dat is zelfs tot uitgezocht aan het ministerie. Maar wat gebleken is dat er ook nog een schriftuur werd gevonden waaruit blijkt dat het bedrijf Verbeter al in 1846 te boek stond. Er was een Max Kramer, een levensmiddelen man Verbeter geheten. En uit die documenten blijkt dat het bedrijf al 175 jaar bestaat. Dat is een reden geweest voor zijn koninklijke hoogheid om te besluiten om vanaf nu het bedrijf Verbeter Levensmiddelen te Veersbeek en Overloon en Tegelen het predicaat toe te kennen van hofleverancier. Gaan we de familie graag uitnodigen naar boven te komen. En dan zou Piet en Joop willen vragen om de medaille, zoals ik dat maar even noem, naar voren te halen. En vervolgens het zwarte doek eraf te halen, zodat u kan zien wat deze koninklijke onderscheiding, dit predicaat, betekent. Dit is de oorkonde. Ik denk niet dat u de tekst van achteruit kan lezen. Ik lees hem even voor. Zijn de majesteit, de koning, heeft bij zijn beschikking van 20 september 2021 het recht tot het voeren van het koninklijk wapen en de toevoeging bij koninklijke beschikking hofleverancier verleend aan Verbeter Levensmiddelen BV te Veerlingsbeek. Dat is de koning. Hoera! Yeah.
Ja. Geweldig hoe u het allemaal meezingt, prachtig. Maar in alle bescheidenheid die de familie Verbeter kenmerkt, is mij gevraagd om een toast uit te brengen. En u hebt allemaal wat in uw hand, als het goed is, behalve het koor. Ze zeggen altijd geen klank zonder drank, maar dat is nu even iets anders. Mag ik met u allen een toast uitbrengen op het feit dat de familie Verbeter niet alleen een boek over 100 jaar heeft uitgebracht, maar ook koninklijk is geëerd met het predicaat hofleverancier. Hiep, hiep, hiep. Hoera! 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 Proost en gezondheid. Tante Mia, bedankt. Moeten we dus... En dan staan we hier bij de alleroudste van de familie Verbeter. En dat is Tante Mia. Mag ik Tante Mia zeggen? Ja hoor. Ik vind het heel leuk dat we even tijd voor nemen om een paar vragen te beantwoorden natuurlijk. U bent nu de oudste van Verbeter. Ja. Hoe was het vroeger? Ja, ik ben de oudste van Verbeter. Hoe het vroeger was? Ja, leuk. Toen ik hier in de familie kwam, ja, ik vond het fantastisch. Het is zo'n fijne, warme familie. Want ik kom uit het Gelderse en ik proefde gelijk het hele verschil tussen de warmte van Gelderland en Brabant. En Brabant, dat was dus hier bij Verbeter. Ik ben hier ook met open armen ontvangen, terwijl mijn man geen ouders meer had. En ja, door Martin en Mien en Riek en haar man en Jan en Mariet. Ik voelde me gewoon meteen één van de familie. Dus dat was mooi. Dus u kon meteen meehelpen in het bedrijf? Ja, want ik kom uit hetzelfde bedrijf. Ik kom uit Millingen aan de Rijn en wij hadden thuis een bakkerij en een kruideniersbedrijf. Dus ik was, dat blijft maar, oh ja, dat ken ik wel. Ja. Heel onbescheiden vraag. Hoe bent u toen aan uw man gekomen? Want Het is toch een eind uit elkaar? Nou, daar kan ik maar... Dat is een heel lang verhaal. Ja, heel lang verhaal, dat ga ik niet vertellen. Ik heb in het boek staat ook, een bos rode rozen kunnen veel doen. Dat klopt. En daar hou ik het bij. Ja, ik wou. Jammer hè, jeu. Hebben we nog meer tijd? Het verhaal is heel, heel indrukwekkend en leuk, maar veel te lang om te vertellen. Heb ik ook niet gedaan toen ik hiervoor geïnterviewd werd. Dan is het nog heel leuk om dat zelf een keer op schrift te stellen. Voor wie, dat maakt dan niet uit, maar dan beleeft u het opnieuw en komen er steeds weer nieuwe dingen naar boven. Ja, dat klopt. Ja, dat is bij ons ook zo, ja. Ja. En waar woont u nu tegenwoordig? Al 60 jaar in Nijmegen. Oh, dus u bent hier eenmaal vertrokken? Ja, ik ging vanuit Millingen. Ik kwam uit een gezin van 6 kinderen en ik als enige ging Millingen uit. En Sjaak kwam uit Vierlingsbeek en toen hebben we ons in Nijmegen gevestigd, in de buurt van de Radboud. En daar hebben we toen een huis gekocht en daar woon ik nog. 25 jaar geleden is Sjaak jammer genoeg overleden. En ik woon daar nog steeds in hetzelfde huis wat we toen kochten. Dus u hebt nooit hier in het bedrijf meegewerkt? Nee. En Sjaak ook niet, mijn man ook niet, want dat was techniker en niet in dit bedrijf. Maar toch steeds nog bij de familie horen, dat kan je nog steeds zien. Ja, ik blijf erbij horen. En dat vind ik ook wel mooi. Dat is heel fijn, het is ook een warme familie. Dat klopt, dat ondervinden wij ook hoor. Ja, net zo goed. Ja. Mag ik u heel hartelijk bedanken? Graag gedaan. Nog veel plezier vanavond. Ja, dank u. En dan heb ik Piet even uit de zaal kunnen trekken. Want natuurlijk Piet, van harte gefeliciteerd. De hele familie natuurlijk, maar jou speciaal. Jij bent overal, je zit overal in. Hoe krijg je dat voor elkaar? Waar haal je al die tijd vandaan? In de week is het 168 uur. Dat is best een behoorlijke tijd, denk ik. Daar kun je heel veel in doen. En ik probeer eigenlijk zoveel mogelijk werkzaamheden zelf niet te hoeven doen. Probeer te delegeren. Ik heb een hele fijne thuissituatie, een vrouw die goed voor het gezin kan zorgen. Dus daar hoef ik ook niet zoveel zorgen over te hebben. En ja, dan kun je uiteindelijk wel veel tijd maken om andere dingen te doen als alleen winkelier spelen. Ja, maar je zit nu ook bij het goede leven, had ik gezien.
En toen ik vanmorgen bij jullie uit de winkel liep, toen kwam jij met een, hoe heet zo'n ding, op die wieltjes, met een hoop dozen erop. En toen dacht ik, oh, daar zitten de boeken in. Maar ja, Piet liep gewoon door, hè. Ja, dat waren inderdaad de boeken, die waren vanmorgen geleverd, bij jullie op het bedrijf overigens. Want ze moesten met een heftruck gelost worden. En vervolgens zijn ze netjes naar de winkel gebracht. En toen moesten wij nog even de boeken een beetje aanpassen. Want wij kregen 2,5 week geleden kregen we te horen dat er een koninklijke onderscheiding onderweg was. Dat we dus hofleverancier zouden worden. Wij hadden dat in het boek op willen nemen. Dat ging helaas niet meer. Dus we hebben een extra pagina laten drukken deze week. Met wat extra tekst en mooie foto's erop. En die hebben we vanmorgen nog in het boek geplakt. Met vrijwilligers die op de hoogte waren van het feit dat wij dus hofleverancier zouden worden. En we hebben op de voorkant van het boek ook nog het logo van hofleverancier mogen plakken. Dus dat is best wel een beetje werk geweest. Vooral voor de boeken die er nou zijn en die morgen alleen in de winkel moeten. Dus dat was al een hele serie. En ja, dat was een extra werkje erbij. Dus, Ja, dat weet je. Als je met een heel stel bent, krijg je een heleboel voor elkaar krijgen. Ja, ik zou zeggen, ga terug naar je mensen, want die willen jou allemaal een handje geven. En nog heel veel plezier vanavond. Wij geven ze een vuistje, want dat doen we voor de veiligheid. Hè. Dus ja, ja, dat is modern op dit moment. Dus, maar hartstikke fijn dat jullie ook hier aanwezig zijn. En ik wens ons allemaal een hele goede toekomst. Oké.